Yeah, they were built in a very rugged way, but they weren't expected to stay long on the battlefield. The expectation was, the Russians said, about 3 months before they were knocked out. What's so surprising is so many of them are still workable around the world today. Jeroen Klaphaken, achter ons, het tankevenement bij het Nationaal Militair Museum. We zijn van harte welkom. Maar ik vroeg aan jou, wat is dat voor een type en wat is dat voor een type? Maar dan had jij Mathieu voor, die kon daar iets veel meer over vertellen. Ja, en achter jou staat nu onze conservator Mathieu Willemsen. Die weet wat meer van de materie dan ik. Maar we zijn inderdaad op het tank-event. Ons grootste evenement tot nu toe. En op dit moment zitten er 5000 man hier op de tribune te kijken naar ja, de eerste onderdeel van het tweede deel van de tankshow van vandaag. Met alle andere voertuigen waar Mathieu van alles over kan vertellen. Ik had het net met jou over het milieu. Net kwam er weer zo'n enorme uitstoot. Daar wordt op dit moment even niet naar gekeken, hè? Nee, wij mogen gelukkig ook een paar keer per jaar een mooi evenement organiseren. En we doen alles aan om dat netjes te doen. Maar de uitstoot hier van fijn stof is natuurlijk... Daar zullen we het niet te veel over hebben. Ik ga zo naar Mathieu. Nog even heel kort, het zit stamvol. Ja. Jij bent een beetje publicitair. Hoeveel mensen zijn er? Vandaag ruim 5000 man hier rondlopen. Gisteren? Ja. En over het hele weekend dan dikke 10.000 man. Gisteren ook 5000. Tevreden jongen? Je staat een heel tevreden jongen. Ja. Heel dankjewel. Alsjeblieft. Mathieu Willemsen, we krijgen net van Jeroen Klaphaken door dat jij eigenlijk een specialist bent. Er kwam net een Duitse tank, maar dan weet jij precies wat voor type het is, hè? Ja, dat is inderdaad de Duitse tank uit de eerste helft van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook het type waarmee ze Nederland zijn binnengevallen. En wat we proberen te doen dit weekend is door mensen een historisch overzicht te bieden van de tankontwikkeling vanaf 100 jaar geleden tot nu. Aha. En hebben jullie inderdaad een tank staan uit 100 jaar terug, uit 1916? Of ja, we hebben een heel bijzondere tank staan. Die staat beneden bij de landingsbaan. Dat is een Mark IV, een Engelse tank uit 1916. 100 jaar oud en de enigste rijdende, maar helaas geen originele. Het is een replica die ooit gemaakt is voor de film War Horse van Steven Spielberg. Ja. Wat er nu rijdt, dat is ook natuurlijk musea stukken, maar die rollen nog wel lekker over dat terrein heen. Ja, dat zijn met name van andere collecties, zijn niet van onze eigen collectie, maar dat zijn bruiklenen van diverse instanties die ze in stand houden om mee te kunnen rijden expres. Juist. Maar we proberen toch onze eigen collectie te bewaren en zorgen dat die niet kapot gaan. Dus af en toe kan het natuurlijk gebeuren dat er toch wat kapot gaat als je gaat rijden met die oude dingen. En zijn er nog onderdelen voor dan? Voor sommige tanks wel, voor sommige andere wordt het moeilijk en dan moet het op maat worden gemaakt. Dus het is ook een kostbaar gebeuren als er iets kapot gaat.
En die bemanning die erop zit, is die ook uit 1916 en uit 1920? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, die zijn over het algemeen goed getraind in het stuk waar ze op rijden. Dus die weten ook precies hoe ze ermee moeten omgaan. Want het is natuurlijk wel een vak apart om met een tank van 60 jaar oud te rijden. Oh, dus dat zijn specialisten? Dat zijn echt specialisten, ja. U en ik kunnen niet zomaar achter het stuur kruipen van een tank. Dat gaat niet. Nou, ik wou het net vragen, maar ik geloof niet dat het handig is, hè? Nee, het publiek kan wel meerijden op sommige tanks hier, maar niet achter het stuur. Dat lijkt ons onverstandig en dat zal de verzekering ook niet erg waarderen. Kan het vandaag ook nog meerijden? Meerijden kan vanmiddag nog. Na de show, deze show eindigt om 4 uur en dan is er nog een uurtje tijd om eventueel mee te rijden. Ja, maar dat is een gek huis waarschijnlijk. Ja, dat is helemaal uitverkocht. Dat loopt als een trein. Ja. En nu was het ook uitverkocht? Ja, het is een ongelooflijk succes. Het is natuurlijk de eerste keer dat we het doen. Dus we zijn heel blij dat we elke dag 5000 kaartjes hebben kunnen kwijtraken. Ja. Ja. Dit is ongekend, het is echt een droom voor ons. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook dit op de... Wacht, we gaan even naar wat voor ding het is. Ja, wat is dat? Dit is de Centurion, die zullen heel veel kijkers misschien kennen nog uit de diensttijd. Eigenlijk het paradepaardje van het Nederlandse leger uit de Koude Oorlogperiode. Dit is de tank die tegen de Russen zou moeten vechten. Ja, de Centurion. Ja, Centurion tank. Komt hij nog een keer. Is deze eigenlijk nog actief? Nee, hè? In sommige landen wel, maar in Nederland niet. Nee. Hebben we die toen verkocht? Ongetwijfeld. Wat is dit? Weet je, dit is de Leopard 1. De eerste versie van de Leopard tank die we in Nederland hadden. Ja. En de voorganger van de Leopard 2 die we tegenwoordig hebben. En dit is de opvolger van de Centurion die wij net zagen. Oké. Nou ja, zo'n dingetje gaan die na afloop nog in de wasstraat door na al dat ploegen. Ongetwijfeld. En ik denk de bemanning ook wel. En zo'n dingetje, wat rijdt het nou? 1 op 4, 5? Ik zou het eerder omkeren. Ik denk eerder iets in de richting van 3 op 1 is in die richting. Wat is dit? Dit is een brugleggende tank. Daarmee kan je dus een brug leggen over een rivier. Dus wat je bovenop die tank ziet is een brug. Die ja, kan... ja. En hoe wordt die dan bediend? Schuiven ze dat gewoon de wal op of zo? Nee, dat was vanmorgen kon het publiek dat zien in een demonstratie. Die twee bovengedeelten, die schuiven uit elkaar. Ja. Die worden aan elkaar geklonken als het ware. En dan schuift die uit en dan heb je gewoon een automatische brug waarmee je dus de rivier kan oversteken. Oh, hemel. Hey, en dat, is dat Nederlands materiaal of komt het ergens anders vandaan? Nederland heeft ze ook gehad, maar diverse landen hadden ze. In dit geval ziet de oplettende kijker dat de camouflagekleuren van die brug iets anders zijn dan van de tank. Ja. En dan komt dat dit een Belgische brug is. Belgische brug? Ja. Is dat wel vertrouwd, een Belgische brug? Ik hoop het. Waar zit die chauffeur eigenlijk? Die zit er onderin. Oh. Die zit lekker in de schaduw. Oh, ja, maar die heeft wel goed zicht. Ja, en hij heeft natuurlijk een lekkere paraplu boven zijn hoofd. Ja. Mathieu, daar staat die tank van 100 jaar terug, hè? Ja, raar ding, hè? Die is nog bewaard gebleven, hè? Nou, dit is een replica die ze gemaakt hebben voor de Hollywood-productie Warhorse. Dus vandaar dat die... hier kan rijden. Ja. Helaas is hij gistermiddag kapot gegaan tijdens de demonstratie, dus vandaag rijdt hij niet. Nee. Ja, en dat soort dingen gebeuren met dat soort oud materiaal. Ja. Ja. Dat, als je dat vergelijkt met wat hij nou rijdt, was dat toch eigenlijk een lachertje natuurlijk. Ja, maar ja, het was natuurlijk de allereerste van het begin, hè? Het begin van de ontwikkeling. Ja. En het was ook bedoeld met name om de voedsoldaten eigenlijk dekking te geven als ze de loopgraven uitgingen. Dus het was niet echt een tank zoals wij dat nu kennen, maar meer een soort dekschild. En wat voor materiaal was het toen? Dat is ook gewoon van staal gemaakt. Van staal gemaakt, ja. En heeft hij nog een naam? Er staat een naam aan de zijkant op. In dit geval heet hij de Big Brute. Zo heet dit exemplaar. De Big Brute? De Big Brute. Ja. En als type aanduiding heet hij de Mark IV. Dus het model 4. Ja. We'll be right back.
komt uit Soest. Ik kom uit Soest, ja. Net als je achtertuin. Geboren en getogen Soest, ja. Dit is wel een schitterend evenement. Heb jij interesse in dat oorlogsmateriaal? Nou, van kleins af aan. Ja, van kleins af aan. Want het leuke is gewoon, het toont kracht. Een tank toont kracht. Dat was van, daarom is het ook ontworpen. Het vuurkracht, bescherming, alles. Dus ja, dat inspireert je als klein jongetje al. En dan ga je alleen maar daarin verder dromen. En dat is nooit weggegaan. Wat is interesse dan van Daan, joh? Want er moest 5000 man zitten vandaag. Ja. Zou die allemaal gek op tanks zijn? Oorlog niet, maar wel de kracht die dat uitstraalt. Ja. Dat wordt er wel. Ja. Ja. Dus je hebt het er naar je zin hier? Ja, geweldig. Het is gewoon een jongensdroom die eindelijk uitkomt. Ja. Zou je er wel een willen besturen dan? We hebben toen in die Leopard 2 gezeten. Met een tijd geleden was ook de open dag. En dat was gewoon heel vet. Dus besturen kan niet, want daar ben ik gewoon te groot voor. Als je 1,96 bent. Maar wel, als je erin zit, is wel heel vet. Ja. Militaire dienst gedaan? Nee, net niet. Het hoeft er net niet meer. Ja. Heeft u in de militaire dienst gezeten? Ja, heel lang. Was u een tankmannetje? Een AMX-mannetje. Een AMX-mannetje. Rijdt die hier ook mee? De AMX hier gaat niet, nee. Nee. Oh, die is inmiddels... Waar u in gereden heeft, die ligt inmiddels bij de sloper misschien? Ja, de meeste AMX'en, ja. Er wordt bijna een aanslag gepleegd op ons. Heeft u ook een fascinatie voor dit soort evenementen? Nou, ik vind het wel bijzonder. Ja. Met name omdat je alle types nog eens een keer langs ziet komen. Ja. En omdat je ook ziet met wat voor rampspoed je zelf moest werken in verhouding met wat er nu is. Ja. Dat is wel leuk. Maar u geniet wel. Ja, ik vind het wel de moeite waard dit. Uw kleinzoon? Ja. Ja, ja. Die was niet zo enthousiast om wat te vertellen. Oh, nee, niet om te vertellen, maar hij geniet er wel van. Net als overigens vele duizenden mensen in deze 2 dagen. Ja. Het is wel heel erg leuk om te zien dat zo'n evenement, waar natuurlijk toch heel veel voorbereiding aan zit, dat je daar zoveel mensen een plezier mee doet. Ja, echt enorm. Maar waarom zijn ze zo gefascineerd door oorlogsmateriaal? Ja, een deel van de mensen hebben daar vroeger mee gewerkt. Maar het is ook een beetje... Ja, die zware machines. De combinatie van geluid. Dingen die je ziet en dingen die je ruikt. Ja, zeker dat laatste. Ja, dat laatste ook. Nee, dus dat is inderdaad echt wel mooi. Hoe zou het milieu ervoor staan na zo'n dag? Nou, van die paar rondjes zal er denk ik niet veel last van hebben. Okay. Ik schiet u even aan omdat u er schitterend uitziet. En deze dingen gaan wel eens kapot. Maar dat is uw onderdeel, is daar dan bij aanwezig om ze weer te repareren? Ja, zoals u toen straks ook heeft gehoord, zeg maar, rijdt er ook een bergingstank rond. Daar zit dan ook een reservemotor achter op het dek. Dus als ze het veld ingaan en die tanks gaan kapot, kunnen ze inderdaad de motor eruit halen. En met die bergingstank zetten ze dan binnen 20 minuten zetten ze er weer een nieuwe motor in. En dan kan die tank weer door. Maar dat zijn inderdaad de technische dienst die ondersteunt dat dus. Dus die ondersteunen feitelijk de cavalerie, zeg maar, bij het in stand houden van de tank. Uw wapen is de technische dienst? Ja, ik ben van de technische dienst inderdaad. En dat is een van de vele voertuigen die wij dan repareren. Waar komt die fascinatie voor dit soort evenementen vandaan? Er zitten hier 5000 man op de tribune. Ja, nou, ik denk dat het al heel oud is. Hè. Spel in brood, hè. Dat kennen we al uit de periode van de Romeinen. Ja. Dus dat is, kijk, ook wat we dus doen met de open dagen, met de luchtmacht en met de landmacht. Mensen zien ook gewoon dat er dingen gebeuren in de hele wereld. En zijn ook geïnteresseerd in dat hele militaire apparaat. En los daarvan is het natuurlijk gewoon een spektakel. Gewoon om te zien. Alleen het geluid ook al en de kracht en de rook, hè, en ook gewoon de verhalen die je op de achtergrond hoort. Ja, dat spreekt mensen aan. Dat is, wie vindt dat nou niet leuk? Dinsdag wordt onze Amersfoortse burgemeester geïnstalleerd. Bent u daar dan als vertegenwoordiger ook bij? Daar ben ik bij, want ik zal hem de eet afnemen. En dat doe ik normaal gesproken op het provinciehuis. Maar ik heb de verzoek gekregen om dat nu in Amersfoort in de raadsvergadering te doen. Dus ik zal daar zijn, ik zal er ook iets zeggen. Dus, dus we gaan het een beetje anders aanpakken.
ref in. Hetzelfde doen wat ik doe. Ja. Ja. Hier aan vasthouden. Hier aan vasthouden. Goed vasthouden dat je deze eraf zo. Doet. Ja, en ja. Uit de volgende. En zo. En dan op dat. Oh ja, en dat eroverheen. Ja, dat ja. Is het moeilijke. Hé, hey, daar is die. Schitterend, man. Oké. Okay. Ja. Waar zijn we nu? En wat is dit? Wij bevinden ons nu in een sexton. Dat is eigenlijk mobiele artillerie. En dit is een Canadees voertuig en afkomstig van het Nederlands leger. Is nog in bezit van het Nederlands leger en behoort toe aan de, een speciale requisietafdeling. Van de meeste voertuigen van het Nederlands leger proberen we althans nog een aantal van rijdende te houden. Dus zoals de Sherman tank, de Sexton, andere voertuigen, ik zal de naam allemaal niet noemen, van ik hoor de gekste dingen, M109, M113, ik ken ze ook niet allemaal. Want ik ben speciaal voor dit soort evenementen? Alleen voor evenementen, ja. Ja, ja. En zo komen ze hier? Dieplader. Wordt ook door het leger aangevoerd met diepladers. Dus, en vandaag, dit is uniek. Ja. Dit is eigenlijk een beetje afgekeken van de Engelsen. In Buffington, daar hebben we een maand geleden een groot evenement gehad. En dan zie je, dan constateer je dat het publiek daar zeer enthousiast over is. Ja, en dan vond ik het een goed idee van het NMM dat ze dat ook hier hebben georganiseerd. Ja, en terecht, het is uitverkocht. Ja, ongelooflijk. 2 dagen lang. Ja. Maar ja, uit het hele land zijn voertuigen, rupsvoertuigen voornamelijk, aangevoerd. Ook uit België, uit Duitsland. Ja, het klinkt misschien erg gevoelig, maar het gaat ook een beetje om de techniek. Ja. Daar zat een collega van je. Ja, dat is de chauffeur. En ook dat is krap hoor. Ja, zeer krap. Het is een klein mannetje. Ja. Maar hij heeft er alle verstand van. Maar daar werden ze ook op geselecteerd, op lengte? Ik hoop het wel. Ja, ja. Dat is inderdaad niet te doen dan. Die heeft er heel veel verstand van. En het is verschrikkelijk moeilijk om dat ding te rijden, ja. Vind ik. Ja. Als ik zie hoe dat geschakeld wordt. Met je arm heel ongelukkig zit je tegen een bepantsering aan te duwen. Het is werkelijk ingewikkeld. Ja. Hij heeft alleen maar zicht door het kleine luikje. Ja. En ik moet hem dan aanwijzen. Ja, er werd een politieman van zijn fiets geschoten. Nog één! Ze wilde zeker zijn van het schot. Door het raampje heeft hij weinig zicht. Dus ik probeer hem een beetje bij te houden. Van joh, ga hem in naar links, ga naar rechts. Oh, dus stop. Ja. Ja. Maar ja, met al dat lawaai. Dat is ongekend. Dus dat gaat een beetje met schoppen en duwen. Ja. Terwijl we eigenlijk het beste maar microfoons op kunnen zetten. Ja, dat is een... Maar ja, goed. Zijn jullie dan een goed koppel? Dus jullie op elkaar ingewerkt? Nou, sinds eergisteren zijn we redelijk op elkaar ingewerkt. Ja, ja. Nee, ik heb hem al meer met hem te maken gehad. Ja. Met Market Garden en de Final Push. Dat zijn allemaal hele dure woorden. Ja, ja, ja. Maar dat zijn evenementen die pas... pas. Market Garden is alweer 2 jaar geleden. Dus die tocht die van België, Limburg, naar Nijmegen is gegaan. Ja, ja. En later in naar Groningen. Wat ben je aan het doen? Wij zijn even een klein beetje aan het schoonmaken, meneer. Ik vroeg net, daarbij Mathieu die heeft ons rondgeleid. Dit soort dingen zijn niet bedoeld om in de wasstraat neer te zetten. Nee. Daar blijft er niet zoveel meer van over. Nee. En ja, ik denk ook niet dat ze blij zijn als ze ons door de wasstraat heen zien komen. Maar je tikt nou de modder in het zand, ging dat vroeger ook zo dan gewoon met Ja. Vooral in de winter, hè. Dan kan het bevriezen en dan vriezen de rupsen vast. Dit ging dan met, wat gebruik jij? Ja, nu gebruiken we een bandenlichtertje. Ja. Maar je kan van alles gebruiken, een stokkie, een takkie. Dus dat is niet specifiek. Nee, het is niet specifiek. Militair materiaal of zo? Nee. Hoe heet dit ding? Dit is een half rups. Een half rups. Dit is een half rups? Kijkers, voor de kijkers, dit is een half rups. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan.